Weten waar je eten vandaan komt. Vers en gezond eten, duurzaam en lokaal geproduceerd. Steeds meer mensen vinden dit belangrijk. Herenboeren Nederland bestaat 10 jaar. En daarom worden dit jaar op diverse herenboerderijen in ons land open dagen georganiseerd. Zo ook bij ons in de streek, net buiten Elst in Park Lingenzegen. Afgelopen weekend waren deelnemers druk op de akkers en bezoekers kregen uitleg over het fenomeen. Maar wat is een herenboerderij eigenlijk? Bestuurslid Hans-Peter Westerbeek en boer Leonie Kozijnse leggen het uit. Een herenboerderij, dat is een coöperatie. En dat wil zeggen dat wij met 200 gezinnen ongeveer, hebben wij een eigen boerderij. En daar produceren we ons eigen duurzame voedsel. We hebben 2 boeren in dienst die ons daarbij helpen. Maar we moeten zelf natuurlijk ook een hele hoop dingen doen. En elke week halen we hier gewoon ons eigen voedsel op. Terwijl er op het land door de deelnemers druk geschoffeld wordt, legt boer Leonie uit hoe een en ander werkt op de boerderij. En ik werk op de boerderij samen met 1 collega als boer. En wij werken met elkaar samen. Dus we hebben nauw contact met het bestuur van de coöperatie, maar ook met de leden die bij ons op het land komen werken. Op dit moment kent herenboerderij Lingenzegen nog geen veeteelt. Er vindt alleen akkerbouw plaats. Hoe wordt bepaald wat er wordt geteeld? In de winter maken wij een plan. En dan kijken wij wat we wekelijks willen oogsten. We kijken naar een diversiteit in het aanbod. Dus naar knolgewassen, bladgewassen, koolgewassen, vruchtgewassen. En dan rekenen wij uit hoeveel we wekelijks nodig hebben en hoeveel we dan per mond of per huishouden kunnen uitgeven. Hoe werkt de verdeling van de oogst precies? In de schuur waar we hier nu staan, zeg maar, daar staan dan grote tafels met bakken met de groenten van dat moment. Die worden uitgedeeld en de mate van het abonnement wat je hebt, of de mede-eigenaarschap wat je hebt, hè, of je 2-persoons huishouden bent of 1-persoons, krijg je meer of minder groenten in grote tassen. En dan lopen mensen weer naar buiten en stappen op een fiets met heel veel groenten. Dus je ziet hier een gemeenschap ontstaan van mensen die om heel veel verschillende motivaties lid worden van deze boerderij. Je ziet de sociale cohesie groeien en je ziet ook heel veel volwassenen, maar zeker ook kinderen, leren over waar komt ons voedsel vandaan en hoe kunnen we dat telen op een manier die goed is voor biodiversiteit en voor de natuur in haar geheel.